Sander! Sander! Gast, laat me met rust. Zie je niet dat ik aan het lezen ben of zo? Ja, Sander, luister nou even. Sander! Gast. Ja, Sander, het is een woensdag. Ja, en? Morgen moet er een nieuwe Throwback Thursday online zijn. Fuck! Zo, ik heb een lekker kopje koffie gezet. Ik heb ook koekjes bij me, wafeltjes, black and white. Nou, ik ben benieuwd. Dus ik ben helemaal klaar voor een nieuwe aflevering van de Throwback Thursday. Vandaag ga ik gewoon weer verder met Pokémon Trading Card Game. Kijken voor jullie hoeveel gyms ik nog kan verslaan in de tussentijd. En ja, laten we gewoon meteen beginnen. Zo, ik ben bij de Science Club. Ik heb besloten deze te gaan verslaan, met mijn grasdek, waarmee ik 2 afleveringen geleden heel erg hard aan het ownen was. Met mijn Nidoqueen en mijn Pokémon Breeder, waarbij ik dus een Nidor en vrouwtje meteen in een Nidoqueen kan laten evolueren. Ik had alvast de persoon voor de eindbaas alvast verslagen, want ja, dat was niet zo moeilijk eigenlijk. En ja, ik ben benieuwd wat voor dek hij eigenlijk heeft. Science Club, dus ik denk dat wel heel erg met psychische Pokémon te maken heeft. Ja, ik zag net zijn hand trouwens. Hij had wel een paar psychische energies. Yes, mag beginnen. Dat is wel mazzel, want ik heb al een professor ook. Maar ja, ik heb nog heel veel grasenergies in mijn hand. Fury Swipe. Ja hoor. Nou, volgens mij kan Grimer een aanval waarbij hij weer regent. Maar... dus hij speelt het echt op Nasty Goo. Flip a coin of heads, the defending Pokémon is now paralyzed. Nee! Zo, oké. Grimer vind ik wel echt een irritante Pokémon gewoon. En ik geloof dat hij gewoon een beetje op zijn disease speelt. Hij heeft poison, wat heeft hij helemaal op zijn bank staan? En nog een Grimer en een Koffing. Oh, ik haat Koffings. Die heeft een aanval. Waarmee je als het heads wordt, word je poisoned. En als het tails wordt, ben je paralyzed. Het is zo oneerlijk. En ik vind sowieso poison vind ik irritant in deze game. Maar ik maak er zelf ook wel misbruik van hoor. Ik heb lekker een Weedle in mijn deck zitten met een Kakuna. Met 2 grasenergies. Hup, 20 damage met poison stiff. Poison gas ofzo. Poison powder. Ik prop mijn Nidoran gewoon vol met energies. Dat heeft dan te maken met het feit, mocht ik nou een Nidoqueen krijgen, dan heb ik die in ieder geval meteen klaar. Grimer is in ieder geval neer. Ik heb alleen geen bench Pokémon, dus ik moet wel gaan oppassen. Ah, nog meer energies. Ja, dan moet ik dadelijk toch echt mijn professor ook gaan gebruiken als ik... Wow, hij zet een Mewtwo op de bank. Ah, wat ik nog paralyzed ook. Oké, nou gelukkig heeft Nidor en vrouwtje altijd wel behoorlijk wat HP. Nog een energie. Oh, wat zonde zeg. Eerst maar even nog een energie geven. Dan moet ik toch mijn professor ook spelen. Voor het geval dat ik dadelijk mijn Nidor en verlies. Hij zit toch vol met energies. Nou, het kost je wel een hoop kaarten. Oké, Nidor en mannetje. Een Pikachu en 2 Kakuna's. Ja, ik gebruik meteen beelden erachteraan. Ik moet wel oppassen dat ik niet zonder kaarten kom zitten. Computer search, check. Discard 2 of your for any card. Ja, die ga ik gebruiken. Want ik heb 2 Kakuna's en 2 lightning energies. En dan ga ik gewoon een Nidorina pakken. Volgens mij als ik hem evalueer dan is ook de Paralyze weg. Ja, double kick gaan we ook gewoon meteen gebruiken. Come on. Oh yeah. Zo, goed gespeeld hoor. Professor ook. Bill, energiekaart. En een Kakuna weg doen voor een Nidorina met mijn computer search. En ik maak gewoon met een beetje mazzel maak ik gewoon in één keer die Grimer af. Oh, wat nice. Ja, die was echt nice. Oh, ik dacht Kakuna heeft 2 grasenergies nodig hè. Energy search. Ja, ik weet dat ik heel veel kaarten gebruik waardoor mijn deck bijna leeg is. Maar ik ga gewoon voor de volle bak. En dan hoop ik gewoon dat ik hem afmaak. Double kick, come on. In ieder geval 1 keer. Nou, goed genoeg. 30 damage.
Nidorina is echt sterk. En als je die dan evolueert in nog een Nidoqueen, dan, ja, dan heb je echt een... Ho! Hij crasht. Oké, daar zijn we weer. Ik weet niet hoe dat met editen er allemaal uit gaat zien, want hij bleef gewoon even hangen. Oké, nou goed. We gaan gewoon verder. Hij heeft gelukkig geen damage op mij gedaan. En ik heb nu ook al een Kakuna met 2 grasenergies op mijn bank staan. Nu. Poef. En dan hoop ik gewoon. Dat is 1. Oh, hij heeft nog 10 HP over. Nou, maakt niet uit. Ik vind dat mijn Nidoran vrouwtje en vervolgens ook Nidorina het super goed aan het doen is. Oh, wat is dit voor aanval? 80 damage due to weakness. Heb ik weakness? Oh, en hij heeft een evolutie op zijn bank staan. Wat is die evolutie? Dat wil ik wel eens weten. Check. In play area. Ja, Weezing. Die zijn wel belachelijk sterk. Maar goed. Zo, even mijn hele hand leegmaken, Pikachu. Ik heb ook een Raichu even verstopt in mijn deck zitten, dus wie weet. Doei! No way! Ja, die ga ik gewoon inzetten hoor. Hij heeft wel veel donderenergies nodig trouwens. Misschien niet zo heel slim, want ik heb er ook al een paar weggegooid. Poisoned in your face! Jongen, Kakuna is net zo sterk als Weezing. Zo is het gewoon. Ik kan gewoon niks aan doen. Spam. Duurt. Probeer niet door te spoelen. Hou op met kaarten pakken. Oh, hij heeft een muk, geloof ik. Full heal ook nog eens. Hoppakee. Oh, doet hij zelf die schrik. Oh! Oké, dat is wel zuur. Oh, hij doet zijn eigen. Doet hij ook mijn bench Pokémon damage? Ah, dat is wel jammer. Oké, nu heb ik dus een probleem. Want ik heb geen Pokémon die een aanval kan. Dan pak ik maar mijn tank. Oh, ik heb nog een Lightning. Oh, boom! Oh ja, die pakte ik net als prijs. En nog een Lightning energie. Jee, nog één rondje. Ik kan hem... Ja, precies. Ik laat gewoon mijn Nidorina gewoon doodgaan. En ik ga gewoon die rijtje zitten vieren. Mooi. Ja, evolueer maar hoor. If it's the bonus is poisoned. I don't give a fuck. Hey, Giga Shock. Choose 3 of your opponent's bench Pokémon and this attack does 10 damage to each of them. Ho ho ho. Yeah. Okay. Het is wel te weinig damage om die Weezing in één keer af te maken en mijn Nidoran is zo meteen hartstikke dood. Als hij dom is, gebruikt hij nu zelf die struct. Oh. Hij heeft nog 3 prijzen. Nee, wat doe ik nou? Oh, ik ben zo aan het spam klikken. Volgens mij kan ik deze gewoon gratis retreaten. You need 1 energy card. Nou, dan moet ik maar net een energy card gaan halen. Heb ik überhaupt nog wel energy cards? Oh, dat was wel dom. Oh, oh! Hij doet natuurlijk gewoon best wel wat damage. Hij heeft nog 3 prijzen. Ik heb nog 2 prijzen en ik heb nog een volle ruitje op de bank. Ik ga het gewoon proberen. Heads. Oh! En als het nou ook nog niet poisoned wordt, dan kan ik hem ook nog eens retreaten. Hij doet self-destruct. Gaat 10 damage op al zijn bench Pokémon doen. Die zijn ondertussen hebben die al 20 damage gevangen. Maar Raichu gaat ook nog eens damage doen op zijn bench Pokémon. Ik heb nog maar 1 prijs over. Ik krijg nog een Nidorina ook. Nice. Ik denk dat ik dit wel ga winnen. Dit ziet er goed uit. Pokémon trader, wat is het ook weer? Trade one of the basic Pokémon or evolution cards in your hand for one of the basic or evolution cards from your deck.
even nodig. Die en die. Zo. Wow, vette animatie. Ja, ja, nice. Nice. Dit ga ik winnen. Dit ga ik winnen. Ik heb al gewonnen. Boom. Zo. Nou, dat ging wel lekker. Ik heb deze gewonnen. Oh, Nidoqueen als laatste prijs. Lachen. En uiteindelijk heeft hij nog minder kaarten in zijn deck over dan ik. Nog twee. Nog twee gyms. Oké, dan krijg ik een mooi booster pack. Imposter, professor ook. En wat zit hier voor iets moois in? Magneton. Oké, ja, we zijn nu ongeveer 10 minuten bezig in de aflevering. Als ik die andere twee gyms nog ga doen, dan wordt het misschien een beetje een lange aflevering. Weet je wat ik ga doen? Ik ga die andere twee gyms ga ik ook spelen en die ga ik ook recorden. Maar die ga ik dan voor jullie doorspoelen en dan zie ik jullie aan het eind van de aflevering. We beginnen met de psychische gym waar ik Murray ga uitdagen. Ik heb het een paar keer moeten proberen voordat ik erachter was wat de tactiek was om hem nou te verslaan. Hij heeft namelijk hele tanky champions in combinatie met een psychisch deck, zoals Snorlax, Chansey en Kangaskhan bijvoorbeeld. En dan gebruikt hij Alakazam om damage counters heen en weer te verplaatsen. Waardoor dus die tanks die komen dan, en dan gebruikt hij weer Pokémon Center en dan zijn zijn tanks weer helemaal geheeld. Dus wat had ik bedacht, als ik nou Ducklets en Ductrio's ga gebruiken, want Ductrio doet behoorlijk wat damage en ze hebben namelijk weakness tegen vecht-Pokémon. Dan kan ik misschien die tanks uitschakelen en dan gebruik ik vervolgens Dragonite, die ik al ondertussen op de bank heb staan, om de psychische Pokémon uit te slaan. Nou, was een goed idee. Ik versla die Snorlax ook heel makkelijk, maar hij heeft Mr. Mime. Mr. Mime heeft geen resistance tegen vechtenergie en elke keer als ik meer dan 30 damage op Mr. Mime doe, dan doet mijn aanval geen damage. En Mr. Mime kan een aanval meditate, waardoor ik dus heel veel damage vang. En hij gebruikt de hele tijd Mr. Mime om mijn Ductrio uit te schakelen. Maar ik gebruik de hele tijd Ductrio om zijn tanks uit te schakelen. En dan gebruik ik weer mijn Rattata, want die doet maar 20 damage per aanval, om Mr. Mime weer uit te schakelen. Nou, zo krijg ik het dus voor uiteindelijk voor mekaar om hem neer te krijgen. Hier maak ik een hele mooie play door een Gust of Wind in combinatie met een Plus Power. Om mijn Rattata te gebruiken, waardoor ik in één keer een Abra kapot kan maken, die ik open zag liggen. Vervolgens gebruik ik mijn Ductrio om Chansey weer te verslaan. Hij gebruikt weer Mr. Mime om mijn Ductrio te verslaan, maar ik probeer dat nog te switchen door Dragonite geloof ik of zo in te zetten. Ik gebruik Gust of Wind en een Plus Power weer in combinatie om zijn Snorlax die op de bank stond te verslaan. Doet precies 90 damage. Vanwege de weakness. Hij gebruikt weer Mr. Mime om mijn Ductrio te verslaan. Ik gebruik Rattata en ik win de psychische medaille. Nou, dan komen we bij de vechtclub waarbij ik eerst een 3 pupillen moest gaan zoeken en die heb ik ook verslagen. Hem kreeg ik ook niet zo goed neer. En wat is nou mijn tactiek geworden? Ik ging het gebruik maken van Gyarados. Die heeft namelijk 3 waterenergies nodig, dan doet hij al 50 damage en hij heeft resistance tegen vechten Pokémon. Dus eigenlijk was dit een heel makkelijk potje. Ik had wel mazzel dat ik en mocht beginnen en ik had meteen een Magikarp en een Gyarados in mijn handen. De tactiek op zich is goed bedacht van mezelf, vond ik. Wat doe ik nou? Ik geef Gyarados in totaal geloof ik 5 of 6 waterenergies zelfs. Voor het geval dat ik een Super Potion zou krijgen, want dan moet je weer een energie inleveren. Dat gebeurt ook zo meteen geloof ik. Ik krijg nu een Super Potion, ik geef een energie af, ik heal mezelf van 40. En zo krijg ik ook de vechtmedaille. Zo, zoals je kunt zien heb ik nu alle 8 beetjes in mijn bezit. En kan ik aan het eindtoernooi beginnen van Pokémon Training Card Game. Zal ik de legendarische kaart in handen krijgen? Blijf dan kijken naar de Throwback Thursday. Volgende week weer een nieuwe aflevering. In de tussentijd, like ons op Facebook, volg ons op Twitter en subscribe op ons YouTube kanaal alsjeblieft. Geef een groen duimpje als je dit leuk vond en dan zie ik jullie volgende week weer. Houdoe!